Good morning! Het is vandaag zaterdag en zoals jullie zien word ik hier nu net wakker. Heerlijk uitgeslapen tot een uurtje of 9, dus het is tijd om snel uit bed te springen en onder de douche te gaan. Ik gebruik mijn lievelingsdouchegel van Corez, shampoo van de Herbal Essences Naked Line, Ren Face Wash, La Roche-Posay Toner om mijn huid een beetje te verzachten, serum van Ren om de roodte in mijn huid een beetje te verdoezelen en natuurlijk een moisturizer. Daarna ga ik me opmaken. Ik gebruik de foundation van NARS, de Sheer Glow Foundation, en een buffing brush van Real Techniques om de foundation mooi in mijn huid te blenden. Blend, 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 blend. Daarna gebruik ik een concealer van NARS, de Radiant Creamy Concealer. En breng ik een beetje aan onder mijn ogen en op wat rode plekjes op mijn huid, zoals op mijn kin. En ook de concealer blend ik dan goed in. Na de concealer gebruik ik een wenkbrauwpotlood van Anastasia, de Brow Wiz. En vul ik mijn wenkbrauwen een beetje in. Zoals ik jullie in mijn vorige filmpje had laten zien, doe ik dit door middel van kleine, korte, lichte strookjes. Zo krijg je het natuurlijkste resultaat. Na de brows is het tijd voor de eyes en gebruik ik een heel fijn oogpotlood van het merk Charlotte Tilbury. Dit is een wat dikker oogpotlood, zodat je het heel makkelijk over je ooglid kan aanbrengen. Ik breng het een beetje slordig aan, omdat ik het vervolgens ga blenden met een oogschaduwkwast die net even ietsje fluffier is. Dat maakt het blenden net wat makkelijker. Dit is echt een super snelle manier om een smoky eye aan te brengen. Ogen net wat meer definitie te geven, breng ik ook een klein beetje onder mijn ogen aan en blend ik het vervolgens een pink uit. Zo krijg je een mooie soft smoky eye. Daarna gebruik ik nog een beetje eyeliner. Dit is een eyeliner van het merk Ico, de I Do Liquid Eyeliner. Dit is echt mijn favoriet en niet alleen die van mij, maar ook die van Alexa Chung. Even checken of ze gelijk zijn. Ja, nee, ja, ja. Zijn ze gelijk? Ja. Natuurlijk gebruik ik ook nog een beetje mascara. Dit is er eentje van Chanel Le Volume. En het is echt onmogelijk om normaal te blijven kijken als je mascara opdoet. Zie hier het voorbeeld. Voor een beetje kleur in mijn gezicht gebruik ik natuurlijk ook wat bronzer. Dit is eentje van Estée Lauder van de Bronze Goddess Line in nummer 1 Light. En dat breng ik aan op mijn voorhoofd, op mijn wangen, op mijn kaaklijn en een beetje op mijn neus. Eigenlijk liefst overal. Na de bronzer gebruik ik ook nog een beetje blusher. En dit is er eentje van Clinique in de kleur Peach Pop. High five voor Milan die me helpt met het filmen van deze video. Als laatste gebruik ik een lippenstift in een mooie rode kleur van het merk L'Oreal van de Pure Red collectie. En dit is de kleur van Blake Lively. Helemaal niks meer aan doen. En dan is mijn make-up klaar. En dan is het tijd om mijn schoenen aan te trekken, jas aan en lekker naar buiten te gaan. Het weer was gisteren super mooi en zonnig, dus we hebben heerlijk koffie gedronken op het terras en lekker door de stad gelopen. En hier zie je wat sfeerbeeldjes van gisteren, van wat ik aan had en van wat we allemaal gedaan hebben.
gevonden. Ik vond het in ieder geval super leuk om te maken. En ik zie jullie volgende week weer met een nieuw filmpje. Fijne zondag allemaal!